cellulose-isolatie. Dat is gewoon eigenlijk een afvalproduct wat het gebruikt wordt als isolatie. Wordt in vloeren gespoten, kan ook in wanden. Echt om het met name geluidsdicht te maken. Daar zie je het vaak dat een vloer wordt dichtgemaakt met cellulose. En dan worden deze vlokken dus gewoon ingespoten in de vloer. Irriteert niet op het lichaam. En ja, omdat het zo dun is kun je natuurlijk in ieder hoekje komen zodat het echt heel goed geïsoleerd wordt. Voor een mooie duurzame oplossing.